Hoi en welkom terug bij deze gloednieuwe vlog met Noah Sandring. Oh, ik ben hier met Harme. Dit is heel ziek. Hoi, hoe is het leven? Ziek. Heb je nog wat mee te delen aan de kijkers die je al meer dan een half jaar niet gezien hebben? Meer dan een half jaar? De laatste vlog was 4 maanden geleden. E is een half m keer v in het kwadraat. Perfect. We moeten de V uitrekenen. Ja. Dus, oké, bijvoorbeeld 20 is 10 keer 2, zo doe ik dat altijd. Om dan bij de V te komen, moet je de 20 delen door 10, dus dat is 1 delen door 10. Of het goed is. Hey! Ik moet zeggen, dit was een knap straaltje uit rekenwerk. Al versnelling. M keer G. Nee, dat is hem niet. Reactie doen van toen je de 1,2 haalde. Ik moest lachen. Ja. Ik vind het eigenlijk wel depressie opwekkend, dus ik ga niet meer lachen. Mm-hmm. Ik ga nooit meer lachen. Ik ben benieuwd hoe lang je dit vol gaat houden. Niet lang. Daar ben je alweer. Van mijn depressie. Nee, jij gaat nu even vertellen wat de kijkers... Wat je de afgelopen 4 maanden hebt meegemaakt aan de kijkers? Onvoldoendes, toetsen, weinig leren, veel leren als nog onvoldoendes, stress door school, PWS niet af. Dus, een lastig leven op dit moment? Veel Netflix kijken, veel YouTube kijken, arme Frodo. Landen met de 8.2. Wil je even op de vlog vertellen dat je een 8,2 had? Ja, 8,2, ik ben heel blij mee, man. Kan je ook vertellen hoe het dan komt dat... We hebben 2,2 mannen. Nou, nog steeds hoger dan Leon, hè? Ja, eens. Dan Noah. Leon? Dan Noah. Ja, oké. Dag, gewoon. Wat vind je er nou van dat Wesley een 2,2 had? Hij zei dat hij hoog had. Ja. Geloof ik niet meer. Hij zei, yes, ik heb 2,2. Maar, had je ook verteld wat ik had? Ja? Top, hè? Dan had je het nog beter dan ik. Zo knap vind ik. Die lang, maar bij veel Engels. Bam, 9,2! Ik weet niet al die woorden. Om te vertellen wat jij gehaald hebt voor Engels. Voor welke Engels toets? Woordjes staan erop. Oh. zeg even iets, echt iets van een 3 of zo. Zullen we opnieuw beginnen? Wacht we opnieuw? Ja. Yo! Yo! Zeg even wat je hebt voor Engels. Ja, ik had een 3,1, man. Ja. De teleurstelling is duidelijk te zien op je gezicht. Ja, kijk, ja, kerstmusical. Ik ben nu wel blij. Alleen ergens diep van binnen brandt wel. Ja, dat snap ik ook wel. Weet je wat mij altijd wel blij maakt? Als mensen mij gaan volgen op Instagram. Stamholtvloer. Kloesman. Ja, nu hebben we het gewoon aan. Nu hebben we van X. Ja. Welkom bij deze achter de schermen video, bij de video van Sam en Nick voor CKV. We gaan nu een video voorbereiden waarin ik dus achter de schermen meeloop. En ik ben super benieuwd hoe dit gaat aflopen. Willen jullie weten hoe dit afloopt? Kijk dan zeker verder deze vlog. Is wel goed? Ja hoor. Dat is de goeie. Eindresultaat is uiteindelijk dat ik Sam zijn laptop mocht gooien in de prullenbak. Ik ben jou heel dankbaar voor deze toevoeging aan deze geweldige vlog. Wat wil jij zeggen over de laptop in de prullenbak? Ik hoop dat het een goed CKV-cijfer
geeft, anders word ik heel sad. Mm-hmm. En jij, Nick? Ik hoop dat het een mooi cijfer gaat worden. Ik hoop het ook, zeker. Dat is heel sad. Ja. En dit zie je ook niet vaak, Harmen, die heeft helemaal zich uitgedost. Ik zie er een beetje uit als een kerstboom, maar we gaan vandaag naar een concert en rond kerst en zo. Dus dan moet dat altijd. Nu staat het op de vlog waar we de auto hebben geparkeerd, dus raken we hem niet kwijt. Daar stond ik met de Storming Amsterdam vlog 85 was dat. En daar stond ik bij vlog 81. Zo, we zijn hier echt veel te vaak. En binnenkort met Lucas natuurlijk weer. Stilte in Amsterdam is ook al een afkomstbuurt. Noem je dit ook wel het grootste concertgebouw? We zijn hier nu bij het concertgebouw. Het is nu pauze, volgens mij zit het tweede er ongeveer op. En dat is dus het grootste deel, dat is vrij logisch met twee derde. Maar het is mooi te doen, goed nadenken, maar ik zit in mijn leven nooit zo lang stil. Zelfs op school dan ben ik al lang altijd tussendoor een keer een leswissel gehad of iets in die richting. Dus het is wel even wennen, ik had mijn huiswerk mee moeten nemen. Maar ja, dat kan je natuurlijk niet doen in de kerstvoorstelling in het concertgebouw en zo.
Ja, dat was het dan. Het is later dan 10:30 en dat was het concert dan. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze gloednieuwe vlog. Ik zie jullie allemaal weer bij de volgende vlog en tot later.